Kunt u als tuinmeester van het Volkstuincomplex op de Schelvorst uitleggen waarom naakslakken op dit moment een ware nachtmerrie zijn voor de moestuinders? Het ligt compleet aan de weersomstandigheden. En de weersomstandigheden wil dus zeggen dus veel regen, weer warm, regen en weer droog. Daardoor komt de naakslak iedere keer weer. Wat valt er tegen te doen? Ja, wat valt er tegen te doen? Wij willen hier op de tuin, daar doen we dus biologische tuinieren. En in principe doen wij gewoon de voet erop zetten en weg. Johan Hassing, voorzitter van het bestuur van het Volkstuincomplex op de Schelvorst. Wat raadt u moestuinders aan die last hebben van naaktslakken? De beste oplossing is eigenlijk gewoon overdag kijken en zelf oprapen. Er is nog een tweede manier, dat is 's avonds tegen het donker, laten we zeggen nu deze tijd van het jaar tussen 9:30 en 22:00, gewoon even langs de tuin gaan en dan echt gaan zoeken en dan zie je ze bijna altijd bewegen. Dan worden eigenlijk de meeste slakken worden gevangen. Ja. Welke schade kunnen naakslakken aanrichten? Nou, het zijn met name de koolgewassen waar de naakslakken heel veel schade aanrichten. De koolbladen zijn helemaal aangevreten, de plant heeft er duidelijk last van. Op verschillende plekken in de volkstuin, maar met name de koolplanten hebben er heel veel last van. Zijn er ook diervriendelijke oplossingen om de naakslakken te bestrijden? Volgens mij zijn er geen echte oplossingen voor. Gewoon met je handschoenen aandoen, gewoon opzoeken en vernietigen. Ja.